Yo gasten, Gamebouws hier. Welkom bij een nieuwe Clash of Clans video. Vandaag laat ik jullie mijn beest zien die ik op dit moment gebruik. Het is een beest die een vriend van mij heeft bedacht. Ik heb hem zelf niet bedacht, maar hij werkt echt super goed. En ik dacht, ik moet het jullie ook gewoon showen. Mocht je bouwers al level 5 hebben, dan is dit echt de perfecte beest. Als jullie trouwens ook allemaal zin hebben in deze Clash of Clans video, vergeet allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, doe dat dan natuurlijk even. Maar laten we maar gaan kijken naar de beste beest, in ieder geval volgens mij. Maar één van de onderdelen waarom deze beest zo chill is, is zeg maar als degene hier barbaren of boogschutten spawnt, hierboven waar ik nu op inzoom, dan lopen ze er altijd omheen. Omdat ze zeg maar, omdat het te ver weg is. En dat is chill. En dan heb ik hier van die veervallen staan. Dus dan worden er ook nog vet voor weggepit en de andere kant ook. Verder heb ik er een beetje omheen heb ik van die bommetjes geplaatst. Van die mijnen. Mocht hij dan daar boogschutters neer gaan zetten om bijvoorbeeld deze gebouwen neer te halen, dan worden de boogschutters doodgemaakt door de mijnen die ik daar heb staan. Verder heb ik ook nog een aantal van die duwvallen. Die heb ik allemaal wel zelf neergezet waar ik dacht dat ze handig waren. Mocht hij bijvoorbeeld hier gaan aanvallen met barbaren of zo of met reuzen, dan worden ze naar het midden geslingerd. Nu denk je misschien dat het helemaal niet slim naar het midden. Nou, dat lijkt mij wel. Want in het midden heb ik superveel verdediging. Ik heb hier allemaal kanonnen en ik heb hier boogschutterstores. Weet je, als ze gewoon van die troepen naar het midden worden gestuurd, dan zijn ze zo dood. Dus dat is wel ideaal. En op het moment dat je ze de andere kant op veert, zeg maar deze kant, dan worden ze gewoon even teruggeveerd en lopen ze gewoon weer terug. Dus daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Daarom heb ik ze naar binnen geveerd. En ik ga er nu gewoon een paar potjes mee spelen. En dan laat ik zien waarom deze beest zo chill is. En dan moet ik natuurlijk wel even gaan winnen en zelf ook goed gaan spelen. Want dat is natuurlijk dan ook de bedoeling. Ik heb volgens mij momenteel zelf 2000 trofeeën ongeveer. Dus ik denk dat het wel moet lukken om gewoon een aantal potjes hiermee te winnen. Dit is alleen wel meteen een redelijk lastige. Weet je wat, ik ga gewoon proberen 50% te halen. Dat doe ik redelijk vaak. Dan val ik gewoon aan met barbaren en boogschutters. Zet ik hier een boogschutter neer. Hier even wat barbaren. Dan haal ik dat daar ook neer. Hier ook weer allemaal boogschutters. Dan maak ik daar ook weer alles kapot. Dan doe ik hier ook nog een paar barbaren. 1, 2, 3. Dat is denk ik wel genoeg om die laboratorium neer te halen. En dat is inderdaad genoeg. Dan zit ik momenteel op 27%. Maar ik moet nu even kijken welke kant ik nog het best kan aanvallen. Dit is een beetje lastig. Weet je wat, ik ga gewoon via deze kant aanvallen. Dan zet ik hier alvast wat neer en dan val ik via die kant aan. En dan deze kant ga ik nog even met wat barbaren aanvallen. En dan hoop ik dat ik daar nog wat dingen neer kan halen. Dat zou chill zijn. Helaas zijn er nu al best wel wat dood, maar kunnen ze die nog neerhalen? Dat zou chill zijn? Ja, nee, net niet. Kom op, en ik heb 44% gehaald. Oké, dat is niet heel goed. Maar als het goed is, heb ik wel gewonnen, want mijn beest is ziek beast. Inderdaad, mijn tegenstander heeft maar 27% gehad. Kijk, ik heb geen 1 ster gehad, maar alsnog win ik, omdat mijn beest gewoon zo ziek overpowered is. Het beest is trouwens van een vriend van mij, Roy. Shoutout naar jou, weet je. Van hem heb ik deze beest overgenomen. Het is echt zo'n chille beest. We gaan trouwens even kijken naar de herhaling, hoe hij heeft lopen aanvallen. Ik heb geen idee. Via de onderkant, via de bovenkant, weet je, elke aanval, of elke hoek is het gewoon moeilijk aanvallen. Oké, ik spoel even door, want dit duurt wel heel lang. Oké, daar gaat hij nu aanvallen. Hij ging met bommetjes aanvallen via de bovenkant. Dat kan je natuurlijk ook doen. Maar zoals jullie merkten, heeft het toch niet heel veel nut. Kijk, het voordeel is, van ze gaan altijd naar de dingen aan de zijkant. Dus al die verdedigingsdingen in het midden blijven gewoon heel. Omdat ze zeg maar gewoon naar de zijkant gaan. En dat is wel ideaal. Want daardoor kunnen ze alles zo neerhalen. Kijk dan, 27%. Dat is ziekelijk weinig. Oké, nice. We gaan nu gewoon meteen nog een potje spelen. Dan ga ik wel even mijn klokkentoren boosten. Dan hoeven we niet de hele tijd te wachten. Dat is ook wel net zo chill. En hoeveel krijg ik nu trouwens als ik deze nu win? Dan krijg ik 120.000. Dus dat is wel chill als ik dat even krijg. Ik ga trouwens binnenkort sparen voor die gevechtsmachine. Dan moet ik trouwens eerst mijn elixirpomp upgraden. Want ik kan nog niet genoeg opslaan. Ik kan nu 700.000 opslaan en dit kost 900.000. Dus daar ga ik in ieder geval binnenkort voor sparen. En daar maak ik dan ook wel een video over. Maar we gaan nu nog een potje spelen. En dan laat ik jullie weer zien waarom deze bezo chill is. Oké, dit is ook wel lastig, hè. Hoe kan je het best nou aanvallen tegen zo'n beest? Ik heb geen idee. Oké, ik heb nog nooit tegen zo'n beest gevochten. Ik denk dat ik via de bovenkant ga aanvallen. Via hier. En dan doe ik 2 reuzen. En dan doe ik allemaal barbaren erbij en wat boogschutters.
Of, nou, ik weet niet of dat slim is. Weet je wat, ik doe ook boogschutters, dan val ik heel veel via de bovenkant aan. Doe ik hier nu twee reuzen, doe ik hier nu wat barbaren, die spawn ik een beetje overal. Mocht er bommen liggen, dan gaan ze niet allemaal meteen dood. En dan ga ik hier gewoon een beetje omheen, ga ik nog even proberen een aantal procent te halen met de boogschutters die ik heb. En ja, hier wil ik die elixirpomp ook nog even neerhalen. Klokkentoren nog neer. Ik weet niet of dat gaat lukken. Twee boogschutters. Oké, ik heb nu alles ingezet. Kom op, maak die elixir tank kapot. Ja, die is kapot. 44%. Deze gaat ook nog kapot. 47%. En ik denk dat ik niet meer ga halen dan dat. Ik denk, ja, dat is hem. Oké, maar als het goed is, heb ik gewoon weer gewonnen. Want ja, zoals jullie net al zagen, is mijn basic overpowered. Dit keer 34%. Dit is echt niet normaal, holy shit. Oké, dan gaan we weer even de herhaling kijken. Deze keer viel mijn tegenstander aan met andere troepen. Met kanonnen, reuzen en boogschutters. Oké, ik ben erg benieuwd. Hij ging vanaf onderen aanvallen met reuzen en daar ook nog kanonnen. Oké, zag je dat? Die reus werd naar het midden geslingerd en waarschijnlijk is hij daardoor bijna meteen dood. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Ja, inderdaad, daardoor is hij bijna meteen dood. Kijk, dat scheelt toch weer een reus. En ik heb hier trouwens ook zo'n Tesla staan. Dus in het midden heb ik zoveel verdediging. Dat is echt niet normaal. En nu gaan al die reuzen natuurlijk zo dood door dat ding. Ah, nou, ze overleven wel. Maar er is ondertussen nog maar één reus over. Dus dat is wel sick. Hij zit momenteel op 34%. En volgens mij bleef het daar ook bij. Bij 34%. Ja, ik denk het wel. Ja, inderdaad, 34%. Holy shit. Kijk, dit is toch zo nice. Je bent gewoon alles dik. Ik kan momenteel geen bui meer maken, omdat dat al voorbij is. Maar we gaan nog gewoon een paar potjes doen. En dan laat ik jullie er gewoon weer zien waarom deze beest zo ziek overbouwd is. Ook ben mijn elixir tank trouwens al aan het upgraden. Dan moet ik die andere elixir tank ook binnenkort upgraden. Nou ja, dat doe ik binnenkort. En dan gaan we die gevechtsmachine maken. Volgens mij heeft hij ook zoveel levens. Dat is best wel chill. Maar op naar het volgende potje. En dan hopelijk kan ik weer winnen. Ik ga vet snel omhoog qua trofee op dit moment. Dat is wel chill. Dit is weer een lastige tegenstander. Ik tref wel de laatste tijd steeds lastigere tegenstanders. Nou ja, dat is natuurlijk ook logisch. Hoe hoger je komt, hoe lastiger de tegenstanders zijn die je krijgt. Weet je wat? Ik ga gewoon met allemaal boogschutters aanvallen. In ieder geval, ik denk dat dat het slimst is. Oh, en wat barbaren. Oké, dat is wat ik ga doen. Ja, even denken wat slim is. Dan doe ik hier even wat barbaren. Even checken of er geen bommen zijn. Ja, die zijn er niet. Dan even wat boogschutters bij. Hier even twee boogschutters. Hier boogschutter, hier twee boogschutters, hier drie boogschutters. En dan is dat alles wat ik daar neer ga zetten. Moet de klokkentoren kapot. Hopelijk gaat alles hier kapot. En als alles hier kapot is, dan ga ik via de onderkant aanvallen. Want ik heb nog 8 boogschutters over. En alles gaat hier kapot. Oké, die toren trouwens, nee. Die dubbele kanon hier is bijna kapot. Dus ik val nog even aan met een boogschutter. En ik denk dat die dan wel kapot gaat. Gaat die kapot? Ja, die is nu kapot. En ik zie hier, deze had ook nog vet weinig HP. Dus ik hoop dat ik die ook nog even kapot kan krijgen. Ik hoop dat dat gaat lukken. Nog een paar hits. En ja, dat lukt ook. Oké, nice. Dan heb ik nu 32%. En dan ga ik nu via de onderkant aanvallen. Ik heb niet heel veel boogschutters meer. Dus dat is wel een beetje balen. Ik zet hier één neer. Hier zet ik er twee neer. Drie. Nog eentje hier. En dan zet ik nog wel een barbaar neer en dan nog een boogschutter. En dan hoop ik dat ze nog redelijk veel neer kunnen halen. Weet je, als ik maar rond de 50% haal of zo, dan is het wel prima. Kom op, haal die barbaar neer, want die is irritant. 49? Oké, nice. Als ze die nog weten neer te halen, dan heb ik 50%. En dat gebeurt ook. Oké, nice. 1 ster. Daar ben ik tevreden mee. Dit was best wel een lastige beest, dus ik vind 1 ster best wel pro van mezelf. En dan is het nu even wachten. Ik denk wel dat ik weer heb gewonnen. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Of mijn tegenstander heeft echt een zieke aanval moeten neerzetten. Maar dat heeft hij niet. 37% weer. Kijk, ik win gewoon alles. Dit is echt niet normaal. Holy shit. Ik had eerst een andere beest en dat ging niet heel goed. Maar met deze beest, je wint echt alles. Oké, ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen. Kijk, die reus wordt weer naar midden geslingerd. Dus dat is chill. Dan is die meteen daar dood. En dan heeft hij hier nog andere reuzen. En ja, en allemaal boogschutters natuurlijk. Oké, ik ben benieuwd wat ze allemaal gaan doen. Oh, daar had ik volgens mij een bom of zo. Ik weet niet precies. Ik denk het wel, want opeens hebben ze allemaal vet weinig HP. Of het zijn die mortieren. Ja, die mortieren zijn ook ziek overpowered. En holy shit, al die reuzen zijn nu al bijna dood. Niet normaal. Ik ben zo blij met deze beest. Ja, kijk dan, 37%. Dat is gewoon super laag. Het is gewoon onmogelijk bijna om deze beest om 1 ster te halen. Dit is echt niet normaal. Oké, we gaan nu nog een potje doen om nog een keer te bewijzen dat dit gewoon de beste beest is. En dan win ik gewoon alles deze aflevering van Clash of Clans. Dat zal wel echt sick zijn. Dan ga ik ook zelf omhoog qua trofeeën. Dit is echt zo nice.
Dan heb ik weer een lastige tegenstander gevonden op dit moment. Ik doe gewoon hetzelfde wat ik net ook deed. Gewoon proberen de 50% te halen. Deze tegenstander heeft zo'n gevechtsmachine. Die heb ik nog niet, dus daar heeft hij wel een voordeel mee. Maar we zullen zien of hij dan gaat winnen of niet. Dit zijn de troepen waarmee ik kan aanvallen. Al die legerkampen kan je altijd met één boogschutter kapot maken. Dus dat is op zich wel chill. Ik zet hier er ook eentje neer. Ik hoop dat ze net buiten bereik zijn van zijn gevechtstroep. Ik weet het niet zeker. Ik zet er hier wel even twee neer. Oh, daar is een bom. Zet ik er nog eentje neer. En hier. Oh, die is nu ook kapot. Ik hoop dat het meeste nu wel kapot gaat. Beter gaat deze ook wel. Oh, ja, hij is buiten bereik. Dus dat is chill. Zet ik hier nog een boogschutter neer. En die klokkentoren moet ook nog even kapot. Nog een boogschutter. Dan heb ik nu nog 10 barbaren en 4 boogschutters. En ik heb 39%. Oké, ik ga denk ik via deze kant aanvallen. Met 10 barbaren. Dan probeer ik door die muurtjes heen te breken. En daarna ga ik... Ja, ik denk dat dat slim is. Ik ga via deze kant aanvallen. En dan 10 barbaren. En dan hier boogschutters. En dan hoop ik dat ik alles kapot daar kan maken. Maar ik denk dat dat wel gaat gebeuren. 42%. Ik denk dat ik net niet de 50% gehaald heb. 49 zit ik nu. Ik moet nog één ding kapot maken, maar dat gaat denk ik niet meer gebeuren. Nee, al mijn troepen zijn nu wel dood. 49%, net niet eens, hè? Maar als het goed is, heb ik weer gewonnen. Maar ja, deze tegenstander had natuurlijk zo'n ding. Oh, maar dat maakt helemaal niet uit. 27%. Oh, hij had hem helemaal niet gebruikt. Oké, dat is wel nice. 27%, dat is toch niet normaal? Oké, dan gaan we weer even herhaling kijken. Dit is zo chille beest. Jullie moeten hem allemaal echt gaan gebruiken. Dit is echt niet normaal. Hij valt daaraan met allemaal boogschutters. Nou ja, daar lag een bom van mij. Dus dan zijn er meteen al redelijk veel dood. Daar was ook een veer van mij. Dus dan zijn er ook meteen weer twee reuzen weg. Vetvol van zijn boogschutters zijn nu al bijna dood. Dat is echt niet normaal. En ik ben benieuwd waar die reuzen nu heen gaan. Oké, mijn boogschutterstoren is daar kapot. Maakt niet heel veel uit. Die boogschutters moeten eigenlijk allemaal dood. Maar ja, al die reuzen zijn nu ook al bijna dood. En dan gaan al mijn gevechtse dingen wel op zijn boogschutters. En holy shit, dit is echt niet normaal. 27%, dat is gewoon zo laag. Ik heb gewoon alles gewonnen in deze video. En ik heb echt gewoon veel potjes gedaan. Mocht jullie nog geen goede base hebben, dan is dit echt een aanrader. Ik zal wel even goed uitzoomen. Kijk, op deze manier kunnen jullie de base zien. Weet je, dan kan je zeg maar kopiëren. Ik zal wel even zo in scherm laten. Dan kan je rustig alles kopiëren. Of dan kan je deze video even op pauze zetten. Het is gewoon de perfecte base. Echt een aanrader. Ja, ik heb alles gewonnen. Dus jullie moeten toch wel nu overtuigd zijn dat dit gewoon een chille base is. Maar dan was dit het voor deze video. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog te smashen. En te abonneren op mijn kanaal. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Maar natuurlijk, dat is wat. Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!